Hallo kijkers, tot we kijken naar deze gloednieuwe video. Dit is een dag waar ik heel erg lang heb op gewacht. Want ik kan eindelijk Rome Total War Remastered spelen. Ik ga een nieuwe campaign starten op Very Hard Difficulty. Ook de battles op Very Hard Difficulty. En laat ik start campaign doen. Ik heb echt heel veel zin in. Goals. My grandfather hated them too. Even before they put out his eyes. Did you think I'd be out here on the frontier without good reason? Yes, Rome needs a strong frontier. No, Rome doesn't need unwashed barbarians at her gates. So, that's why I'm here, the leader of the Julii, to bring Roman order to stinking Gauls. Revenge? That'd be good too. This war against the Gauls won't last long. And when it's done, I've got plans. This is all about power. Power in Rome. Going down that road means dealing with all my rivals. The Senate. The Greeks. Those Carthaginian elephant riders. The Scipii and the Brutii families too. After all, the man who controls Rome rules the world. And one day, I will be emperor. Ja, op een dag zullen we keizer worden. Maar nu beginnen we even met twee settlements. En ik kan al meteen een ander dorp aanvallen. Dus het zijn gewoon rebels die we aanvallen. Dus ik verwacht dat we dit makkelijk kunnen innemen. Ja, onze soldaten maken zich klaar voor de strijd. Ik kom even mijn opstelling opzetten. Ik heb wel verschillende units, ik heb wat cavalerie, ik heb wat boogschutters. Ja, maar dit is gewoon even het begin, als we mee te goed opstellen. Zo, ik denk dat ik klaar ben. Dit moeten we wel gemakkelijk innemen. Ik heb de opdracht gegeven om mijn boogschutters vuur te laten schieten. Ik kan gewoon de pijlen vuren. Maar ik kan ook vuurpijlen schieten. En ja, ik probeer ze gewoon even wat hier in te sluiten. Zodat de rebellen geen enkele kant meer op kunnen. En gooi even ook jullie speren. Ja, dat was een mooie hit. De rebellen beginnen al te panikeren. En beginnen een beetje te vluchten. Maar dan staat onze cavalerie op hun te wachten. En kunnen ze geen enkele kant meer op. En nu is het gewoon een kwestie van allemaal afslachten de vijand. En we winnen. We hebben maar heel erg weinig soldaten verloren, dus dat is de bedoeling. Oké, we kunnen... Laat ik gewoon gaan voor Occupy Settlement. Lijkt me handig. En de diplomaat mag naar het noorden. De spion wil ik naar daar sturen. En zien wat ze in dat stadje hebben. Ik heb ook wat denarii gekregen, omdat ik deze settlement heb veroverd. Heb ik 5000 denarii gekregen, dus dat is wel tof van de senaat. Ja, en laat ik even een turn doen. En zien wat er nu gaat gebeuren. Keer is 90 speciaal gebeurd. Ik ga meteen ook hier een muur bouwen, zodat dit dorpje toch wel iets van bescherming heeft. En deze units. Stuur ik de boot in, want de senaat heeft al een nieuwe opdracht voor ons. Oei, de galliërs komen dichterbij. Ik stuur deze boot naar hier. De senaat wil dat we naar Martius veroveren. En ja, we moeten eerst daar naartoe varen. Want het is toch wel een eindje. Oké. Onze soldaten kunnen nu aan land komen. Kunnen we nog net aan bij? Ah, jammer, we kunnen er net niet bij. Next turn kunnen we er wel bij. We zien wat nog gebeurt. Oké, we verklaren hun oorlog. En we belegeren ook meteen een van hun steden.
dit is onze familieboom, dit is onze factieleider. Als hij dood is, hebben we ook een troonopvolger als hij hier. Oké, we kunnen nu een stad aanvallen. Nu gaat het wel iets moeilijker zijn. Ze hebben een groter leger. En ze hebben ook nog eens een muur. Ja, ik stuur onze rammer al op af. En ja, we maken gewoon gatenkaas van hun muren. Gewoon beuken tot de poort gewoon volledig kapot gaat. En ja, de poort is al kapot. Nog een stuk van de muur kapot. En nog een stuk van de muur kapot. Oké, nu kunnen onze soldaten in het dorp komen. Oh, ze zijn een beetje blauw geschilderd, de vijand. Ziet er wel vet uit. En ja. Oh, ja, moeten we oppassen. Dus hopelijk komen onze troepen op tijd op hun positie. Nu is hem ook naar voren. En schiet even op hun. Oké, ik denk dat we al goed zitten nu. Nog geen reactie van hun. Dus ik ben benieuwd wat hun van plan zijn. Oké, we hebben hier nog een cavalerie. Onze generaal stuur ik even naar daar. En ja, hier beginnen ze al te panikeren. Nu nog één unit die overblijft. Die nog steeds geraakt. Ah, nu wel. Nu, ja, komen ze wel in actie. En nu hebben wij hun weer ingesloten. En ja, zullen ze allemaal afslachten. Hun leider is ook dood. En dan nemen we zo dit, ja, stadje in. We hebben alweer weinig soldaten verloren. En ja, het is ook very hard difficulty. En occupy en slave laat ik een keer voor en slave gaan. En dat is ook een prestatie van Steam die we nu krijgen. En er is ook iemand die... Oh, hier is een generaal van de Galliërs die we even makkelijk kunnen pakken. Dus dit wordt weer een nieuwe strijd. Generaal tegen generaal. En dat ging heel erg snel. We hebben snel hun generaal vermoord en we hebben niet eens soldaten van ons verloren. Dus dat is mooi. We zitten... ja, qua financieel doen we het niet heel erg goed, dus moeten we snel wat nieuw gebied veroveren. En er is ook iemand die ik ken, die is een... Oh, oei, de Galliërs vallen aan, dus dat is een beetje gevaarlijk. Maar er is ook iemand die ik ken, die een podcast heeft gestart, dus ja, dat is op Spotify, dus daarvan staat waarschijnlijk een link in de beschrijving. Ik probeer hier even nog dit stadje aan te vallen in het zuiden van Frankrijk. Dus ook weer een rebel settlement. En ja, dit stadje van de Galliërs wil ik ook liefst veroveren. Oh, ze vallen weer aan, de Galliërs. Maar goed, in de volgende video wil ik nog een stad veroveren. Maar ja, dat gaan jullie zien in de volgende aflevering. Dus vond je deze video leuk? Laat het dan weten in de reacties. En dan zie ik weer terug bij een volgende video. Dus doei doei.